Ik ga langzaam beginnen. Ik ga vanavond met de brushstroke stempels van Penny Black werken. Ik heb er eentje uitgezocht van de 4 nieuwe die ik in mijn vakantie binnengekregen heb. Dus toen ik terugkwam van de vakantie vond ik een heel leuke envelop op de markt. En dat zijn deze 4 stempels. Deze stempel, daar heb ik deze kaart al van gemaakt. Dat jullie heel goed kunnen zien. Deze. Want er stond namelijk in de opmerking, toen ik mijn bekend maakte dat ik aanstaande vrijdag een filmpje ging maken, dat ze graag wilden dat ik van alle 4 de stempels een kaart maak. Dus deze zijn op verzoek. Deze. Dan deze. Ja, dat moet ik een beetje zo houden. En dan de laatste. En dat was voor de meeste, voor jullie de favoriet, las ik wel. Dus vanavond ga ik met jullie samen deze kaart maken. Ik gebruik daarvoor Tim Holtz platform. Dat kan ook de mystery zijn. Het is gewoon, je hebt wel een stempelhoed nodig. Dan gebruik ik het Stratmoor Mixed Media Papier. 300, dus het dikkere papier, vind ik zelf voor deze techniek heel fijn. Ook even aan de kant. En dan gebruik ik de Ecoline stiften. Ik heb de kleurtjes die ik voor deze bloemen gebruik, die heb ik van de week heel slim opgeschreven, dus die heb ik even apart gelegd. De Ecoline stiften die hebben heel veel kleurpigment, dus echt een hele mooie marker om deze techniek mee te doen. Oh, hij wil van mijn platform afrollen. Als jullie... Ja, de poppies. Ja, ik heb goed geluisterd naar jullie. De poppies. Het kan zijn dat ik niet alle vragen opmerk. Want ik ben soms vaak zo druk bezig dat ik dat niet zie. Maar ik beantwoord alle vragen na de uitzending alsnog. Nou. Ik heb mijn kaartje alvast gesneden. Dat ga ik met de magneetjes vastzetten. En dan pak ik. Wat fijn is aan deze stempels en wat je ook wel moet bewaren bij deze stempels is de achterkant. De achterkant staat namelijk een foto van de stempel op. En soms moet je wel eens kijken, omdat deze stempels natuurlijk ja, helemaal dicht zijn, lijkt het. Ik weet niet of jullie het kunnen zien zo. Maar er zitten wel lijntjes in. Dat kun je eigenlijk alleen maar van dichtbij zien. Maar als je ooit twijfelt, is het altijd makkelijk om de verpakking in de buurt te houden. Ik leg hem even op mijn plek waar ik hem wil hebben. Ik heb het Tim Holtz platform heb ik op rubber gezet. Als je clearstempels gebruikt, dan draai je hem om. Klik je hem in en dan staat hier clear. Dan moet je deze hebben. Maar omdat ik rubber heb, pak ik dus deze weer. Druk hem even goed vast. En dan moet ik proberen om het allebei in beeld te hebben. Even kijken. Ja, kunnen jullie het zo goed zien? Moet ik hem wat hoger halen? Ik heb voor de groentinten 4 kleuren genomen. En dan begin ik met de lichtste kleur en dat is de 666. De volgende kleur is de 676. Dan de 657. En dan de 654. En als laatste gebruik ik nog een gele voor de blaadjes en de takjes. Maar die leg ik nou even aan de kant. Ik begin even met de lichtste kleur. Waarom heet het brushstrookstempel? Het is eigenlijk met penseelstreek, zeg maar, een beetje waterachtige afdrukken zijn het. Dan ga ik allereerst mijn takken met de platte kant, dus niet met punt, echt met de platte kant, kun je deze daar zo zien, ga ik die vast weer inkten. En dan pak ik de lichtste kleur. Ik doe het niet helemaal, ik doe een stukje. Druk hem dan af. Kijk, kun je nu zien? Het is een hele lichte kleur, dus ik pak hem nog een keer datzelfde stukje. Je kunt ook zien, de Ecoline, die is best nat. Moet ik hem denk ik een beetje dichterbij houden, zodat jullie dat kunnen zien. Zie je dat? Dit is echt water. Ja, nou vallen de rest van mijn Ecoline zit wel op de grond. Even kijken. Het blad loopt een beetje af, dus ik ga nou de rest van de takjes doen, weer een stuk verder. En ik doe hier niks mee. Ik laat dat gewoon zoals het nu is. En nog steeds met de platte kant. Hè. Als je met de punt doet, dan gaat de punt heel snel kapot. Dat is met elke aquarelmarker zo. Dus probeer het zoveel mogelijk met de platte kant te doen. We drukken hem weer even af op papier. Doen we hetzelfde nog een keer. Nou, dan hebben we even kijken. Hier tussendoor nog wat plaatjes zitten. Normaal zou ik van bovenaf doen, maar dan zien jullie het niet. Dus ik probeer het even zo. Dit is ook groen. Nog een stukje groen. Hier hebben we nog een stukje groen. De eerste kleur doe ik bijna altijd 2 keer. Vooral omdat die dat vaak een lichtere kleur is. Kijk, zie je? Hij begint al van te krijgen. Nou, pak ik kleur nummer 2. En kleur nummer 2 is ook weer een groene. Ik veeg hier niks af. Ik laat alles wat erop zit, laat ik erop zitten. Dus ik besmet eigenlijk mijn tweede kleur met de eerste kleur. Dat is niet erg zolang je in dezelfde kleurtinten blijft. Ik gebruik dadelijk als laatste een andere kleurtint en dan maak ik hem wel even schoon. Maar zolang je in dezelfde kleurtinten blijft en je van licht naar donker gaat, maakt dat helemaal niks uit. Zeg je van nou, ik vind dat een probleem, dan zo ga je klaar bent met je marker en je veegt hem even zo af, dan heb je die besmetting van die andere kleur ook weer weg. Je stempelt met de markers. Ja, ik stempel met de markers. Je kunt het ook met heerlijk de kleine distress inkjes doen. Maar het is iets lastiger, omdat het ja, toch kleine stukjes zijn, zeg maar, waar je tussendoor moet. Nu pak ik de tweede kleur. En dan pak ik niet de hele groene vlakken, maar stukjes. Kunnen jullie dat zo zien? Dus ik heb dit gedeelte, laat ik dus leeg. Dat heb ik net gedaan. En dan kijk ik ook weer een beetje naar mijn afbeelding en dan zie ik een beetje waar ze het donkerder wil hebben. Ik heb daar zelf altijd wel een beetje mijn eigen ideeën in, dus ik doe vaak ook wel een beetje wat ik zelf een beetje als inzicht heb. Maar ik pak hem in ieder geval niet helemaal. van stukken. Deze kleur doe ik dus maar 1 keer. Je hoeft ook geen 2 keer, want we komen dadelijk nog met 2 kleuren meer. 3 zelfs in dit geval. Dat is kleur nummer 2 en dan ga ik naar kleur nummer 3. Als je Ecoline gebruikt, dan maak je stem. Ik doe gewoon met babydoekjes of dit fijne doekje, de chamois, maak ik mijn stempels gewoon mee schoon. Het is gewoon dadelijk met waterspreker overheen en dan maak ik hem daarmee schoon. Dat gaat heel goed. Je hoeft geen stempelreiniger te gebruiken om de Ecoline van de stempels af te krijgen. Ik heb dus nu de derde kleur en de derde kleur is 657. Ik pak nog wat minder van wat ik net gedaan heb. Vaak net onder de bloem, zeg maar, daar is het wat donkerder. Maar de afbeelding die laat het ook heel erg goed zien. Jullie zien dat het langzaam wat donkerder wordt. Zie je die donkere stukjes? Ja, hetzelfde als met gewoon een stempelint cel. Stukjes gemist. En op het einde activeren we alle kleuren nog een keertje. Dus dan komt het nogal meer naar boven. Dit was de derde kleur. En nu ga ik een, ja, het is echt een blauwgroene erbij gebruiken. Op beeld lijkt hij heel erg blauw, maar het is een beetje een blauwgroene. En dan pak ik echt alleen maar de onderkant. En de puntjes een beetje. Zeg maar de onderkant van de stammetjes zo. Ik heb vorig jaar ontzettend veel kerstkaarten met deze techniek gemaakt. Dat is heel erg leuk. Mensen vonden het trouwens heel erg leuke kaarten. Het is wel duidelijk te zien, denk ik, hè, waar ik nu aangetipt heb. Kijk, zie je nog meer donker. Nu ga ik alles schoonmaken. Ik doe dat normaal niet. Omdat ik normaal eigenlijk alles tot het einde laat zitten. Maar omdat ik nu die kleur geel ga pakken, bruin geel ga pakken, maak ik het even tussendoor schoon. En om op het schoonmaken terug te komen, kijk, ik spray het gewoon even nat. En dan pak ik even mijn chamois, of shimmy, weet ik wel hoe we dat doekje kunnen noemen. Dan is eigenlijk al mijn inkt weer weg. En dan laat ik jullie zien, ik zal even het kaartje uit de verpakking halen, dan kan ik het beter laten zien, dan glimt het niet zo. Als je hier kijkt, zie je dat er wat geel zit. En hier langs de rand. Nou, dat wil ik dus nu ook hebben. Vandaar dat ik dus wat schoongemaakt heb. Dan ga ik even mijn voorbeeld erbij pakken. in wat geel. Het voorbeeld is alleen een spiegelbeeld, dus dat is een beetje lastig af en toe. Maar ook hierin, het maakt niet zoveel uit, want je hoeft niet precies te doen wat het voorbeeld zegt, maar het voorbeeld geeft soms wel eens een beetje richtlijnen aan die wel makkelijk zijn. Dat natuurlijk helemaal dichte stempels zijn. Kunnen jullie het zien, de kleurgeel? Zal ik hem even wat dichterbij houden? Kijk, zie je? Dus dan zie je echt al die kleurtinten, die verschillende kleurtinten, die zie je al terugkomen. Nu gaan we verder met de bloem. En in de bloem had ik 2 kleurtinten gebruikt. En dat is oranje. En roze-rood. Oh nee. Waarom? Als je het voorbeeld ziet, dan zie je ook dat deze meer roze in zit en hier zit meer geel-oranje in. Dus daar heb ik me eigenlijk een beetje aan vastgehouden. Even kijken, we beginnen met de roze. Dan moet ik even kijken, want het is een spiegelbeeld. Dus dan hebben we deze. En hier ook weer de platte kant, hè? Niet met de punt. En al raak je een beetje van de andere bloem of een beetje van het blad, het maakt niet uit. Want het is echt een beetje op aquarelbasis dat die bloemen moeten worden. Het is een hele lichte kleur, dus doen we nog een keer. Zoals ik straks al zei, de lichte kleuren doe ik eigenlijk altijd 2 keer. Ja, dit kan ook met de zig. Alle aquarelmarkers kan het mee. Tombow zig, de lightmarkers van Studio Light gaat het heel goed mee. Dus alles wat op waterbasis is, kan dit. Het enige verschil in markers is het, ja, het kleurpigment, zeg maar. Het ene moet je wat meer kleur van aanbrengen als van een andere merkmarker. Dat is eigenlijk het verschil. Zelf heb ik eigenlijk de Ecoline en de Tombow markers zijn bij mij de voorkeur bij deze. Omdat die echt heel veel kleurpigment hebben. Lekker nat. Even kijken, dan hebben we die bovenin. Ja. Ik ben aan deze techniek verslaafd geraakt door Mimi à la carte. Ik weet niet of jullie die kennen. Die zit in het designteam van Penny Black. En daar had ik een paar filmpjes van gezien en daar was ik meteen eigenlijk verkocht. Die heeft ook zulke leuke voorbeelden. Dus je kunt ze op Facebook vinden onder de naam Mimi à la carte. Dit is licht kleurroze en dan ga ik over op de donkere. Even kijken of er nog wat vragen zijn. donkere, dat ga ik natuurlijk niet helemaal doen, want dan pak ik echt maar stukjes ook weer. Het is best nog wel redelijk te zien zo, hè. Ik laat echt een klein stukje over van het lichte. Heb jij een kaart mogen ontvangen van Mimi, Gerdy? Oh, dat is echt gaaf. Kijk, zien jullie? Nu kun je duidelijk zien, hè, dat het donkerder wordt. Even kijken. Ja, als jullie tijd hebben, dan moeten we maar eens een keer die filmpjes op gaan zoeken. Die zijn echt hartstikke leuk. En ook heel leerzaam. Even kijken, hoe doen we deze? Kijk, dit is de tweede kleur. En nu ga ik met de rode kleur eroverheen. Ik ga dit niet schoonmaken, want dat mag bij mij. Nou, ik hoor mijn man, die is op beneden van alles aan het leeg ramen. Ik weet niet of jullie dat op de achtergrond ook horen, maar morgen komen ze nog een stuk vloer leggen. Gelukkig, na al die tijd. Eindelijk van de pijn op af zijn. Kijk, ik zal hem even dichterbij laten zien. De markers hier rollen. Zien jullie? Dit is ook een heel open bloem hoor, dus ik zal daar de volgende wel eens laten zien. Zo bouw je de kleuren eigenlijk mooi op. En zeg je nou, ik heb helemaal geen markers op aquarelbasis, maar ik vind die stempels toch leuk. Nou, dan kan het ook zonder markers. Het kan namelijk als je de stempel stempelt met bijvoorbeeld lichte archival inkt. Dus archival inkt. Dan kun je ze ook met potloden nog inkleuren. Maar dat is natuurlijk op een heel andere basis waar de stempels eigenlijk voor bedoeld zijn. Want dit is eigenlijk de techniek waar ze voor bedoeld zijn. Echt een beetje het aquarel. Maar ik zeg al, voor mensen die geen aquarel markers hebben en ze toch graag willen gebruiken en ze mooi vinden. Kijk, dan zal ik deze even wat dichterbij laten zien, want hier kun je het wat duidelijker zien. En dan kijkt het nog steeds heel raar hoor, maar je ziet nu de opbouw van de lagen. Ja, is dat een beetje duidelijk zo? Moet ik even een slokje drinken. De andere bloemen ga ik dus met de geel-oranje tint doen. En dan pak ik als eerste de nummer 202. Dan doe ik de gele bloem weer mee. En weet je waar eigenlijk het mooie is? Want heel veel mensen denken dat het best moeilijk is. Maar eigenlijk kan er met deze techniek gewoon helemaal niks misgaan. Want je kunt het op allerlei manieren nog weer corrigeren. Nou. Dankjewel, Dini. En met allerlei manieren bedoel ik eigenlijk dat je dadelijk nog kunt met de inkt nog plekken kunt invullen, gewoon los met een penseeltje. Je kunt het ook eventueel op het laatst nog een keertje met een potlood corrigeren of bijkleuren. Dus er kan eigenlijk gewoon helemaal niks misgaan. Het is eigenlijk altijd goed. En ik merk gewoon dat heel veel mensen toch bang zijn om met dit soort stempels aan de gang te gaan. Had je even geen beeld? Nee, Sil, het kan niet met Ecoline en dan, ja, dat is wel lastiger, denk ik, om het vanuit een penseeltje op je kaart te brengen. Ik denk dat dat wel lastiger gaat. Ik heb het eigenlijk nog nooit geprobeerd. Ik heb het wel met distress ink, die kleine distress inkjes gedaan. Maar om het uit het potje te halen met een penseel, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat het wel lastiger is. Je kunt natuurlijk wel eerst de stempel afstempelen met archival inkt, een lichte kleur en dan inkleuren met Ecoline. Uit het potje, dat zou wel kunnen. Maar om de stempel te beïnkten, ik denk dat het wel lastiger is. Maar zoals ik al zei, alle markers op waterbasis, daar kun je het mee. Ik heb toen de stempels gemaakt van Art Impressions. Nou, maar Art Impressions stempels zijn kleinere stempels. Ik denk dat jij die kleine stempels bedoelt van Art Impressions. Nelke. Maar die zijn eigenlijk op zich ook niet zo moeilijk. Alleen vaak zijn mensen te bang dat ze het verkeerd doen. Terwijl dat ook op aquarelbasis is. Die stempels zijn ook gebaseerd op dat het niet allemaal strakke lijnen hoeft te zijn. En dat zijn deze stempels eigenlijk ook. En dat zijn die van die kleine stempels van Art Impressions zijn dat ook. Kijk eens, het begint al mooi van kleur te worden. De tweede kleur. En dat is de 245. En dan gaan we natuurlijk weer, net met het roze en rood, niet helemaal pakken. Maar gedeeltes van de stempel. Gedeeltes van het blad, bedoel ik eigenlijk. En jullie kunnen dat niet zo goed zien, dat is ook bijna niet in beeld te brengen, maar er zitten hier wel lijntjes in de stempel, dus dat kun je wel zien hoor. Nee, Sil, met Ecoline uit potjes, daar heb ik geen ervaring mee, daar zou ik echt uit moeten proberen. Maar dat kan ik wel, want ik heb wel iets van Ecoline, dus... En af en toe spiek ik weer naar mijn blaadje wat hier ligt. Hè? Kijk, zal ik hem even wat hoger laten zien. Nogmaals voor de mensen die net kijken, met de platte kant de stempel beïnkten. En jullie zien, de tweede kleur doe ik maar weer 1 keer. Dat is genoeg. En dan pak ik de donkerste kleur. Dat is de 411. En dan doen we nog een klein stukje. Ja, het is ook heel leuk om te doen, Rolly. Het is echt een heel leuke techniek, vind ik zelf. Nu heb ik de bloemen allemaal gedaan, behalve de, ja, hoe noemen ze dat? Middenstukjes. De middenstukjes doe ik met een donkerbruin en dat is de 440. Dus die doe ik allemaal tegelijk. Even kijken, ja, een beetje. We kijken nog even helemaal na of ik niks gemist heb. Volgens mij niet. Nee. Dit is het eerste stukje. En nu lijkt het nog een beetje vlekkerig. En jullie hebben gezien dat ik hier niks afgewassen heb. Alleen het eerste gedeelte, dus het groene gedeelte. Dat ga ik nu doen. Ik ga even de markers aan de kant leggen voordat ze dadelijk weer gaan rollen. Nu pak ik mijn sprayflesje met water. En ik hou wel een beetje afstand. Ik kan hem niet kletsnat hebben. Dan spray ik het helemaal op die stempel. Dan zie ik hier al een grote druppel zitten. Klap ik hem dicht. En ik hou hem even op het papier. Druk hem zelfs een beetje her en der aan. Maar eventjes lekker laten zitten. Kijk, dan zien jullie al dat hij wat helderder wordt. Nou, hij mag voor mij nog wat meer, dus ik doe het gewoon nog een keer. Dan laat ik hem dadelijk zien. Dan zal ik hem wat dichterbij laten zien. Kijk, dan zien jullie denk ik wel dat er ook wat water bovenop ligt. Nu pak ik een waterpenseel, waar geen water in zit. Kijken. Nu ga ik even over alle blaadjes heen. En omdat ik net wat water erop heb gedaan, is nog genoeg water om het te vermengen. En dan kun je het eerste blaadje denk ik wel zien. Zie je? Dat onderste blaadje, dit blaadje heb ik wel net gedaan. Dan pak ik eerst alle blaadjes waar het geel in zat. En gewoon met ronddraaiende bewegingen overheen. Dan kom ik tot de ontdekking dat hier een stukje groen mist. Maar dat heeft niks, want dat los ik dadelijk wel weer op. Deze heeft al heel mooi de kleur vermengd. Jullie zien, ik doe helemaal niks in mijn waterpenseel. Alleen maar een beetje over mijn werk. Deze is ook al heel mooi in mengen geweest. Maar soms dan mengt hij net niet genoeg in mijn zin. Daarom doe ik even met de waterpenseel eroverheen. Oké, even een stuk keukenpapier. En dan ga ik even een klein kijkje in. Naar het roze rood. Deze heeft echt te weinig water gehad, dus daar ga ik dadelijk even nog wat aanpassingen in doen. Ik pak er even een beetje water bij, want hij heeft net iets te weinig water gehad. Nou, wat je dus doet is dan maak je je penseeltje een beetje nat. Als het net te weinig is. Maar niet kletsnat, gewoon een beetje nat. Vooral het roze rood heeft niet zo heel goed vocht opgepakt. Ik zeg al, dus geen man overboord, want je maakt gewoon je penseeltje een beetje nat. Dit was een niet helemaal een bloem, dus. Er zaten ook witte stukken, of ja, er zitten witte stukken hier in het midden, zie jullie? Zo moet ik zien. Dit blijft dus wit, dus dat blijft bij mij ook wit. Dat laat ik ook wit. En als ik nou zeg van ja, god, dat mist een stukje. Ik kan dat hier op mijn glazen plaat doen. Maar ik heb altijd een wit kartonnetje gelamineerd. Dat vind ik heel fijn om een aquarelwerk. Dus dan pak ik de middelste kleur. Die pak ik een beetje op, want ik vond hem hier te licht. Nou, kan ik dat nog een beetje bijkleuren. Deze zijn eigenlijk allemaal wel goed. Ja, die laat ik zo. Even de middenstukken. En dit doe ik ook met de blaadjes. Ik heb nog een keer met de waterpenseeltje overheen. Die zijn inmiddels al wat droger, maar die zijn eigenlijk al heel mooi vermengd hoor. En jullie zien, ik ben er echt niet heel secuur in. Dus maar dat alles een keer geraakt is. En dan miste ik hier nog een stukje groen. Nou, dat stukje groen doe ik gewoon rechtstreeks met de stift, met de punt, hier tussendoor. Nu vind ik eigenlijk het bloemgedeelte wel af. Ik weet niet of jullie hem zo duidelijk kunnen zien. Nou maak ik mijn stempel weer schoon. Gewoon even flink nat sprayen. Mijn doekje. Ja, ik laat de kaap in de stempelmulp zitten totdat ik zeker weet dat ik alles gehad heb. Dan pas haal ik hem eruit. Dus zometeen ga ik hem eruit halen. Maar ik laat hem echt tot het allerlaatste moment in de stempelloop zitten, Marianne. Dus nu mag hij er voor mij uit. Ik kan het leggen. Ik wil de stempelloop ook droog maken, want je hebt ook het nat. En nu haal ik dit er dus wel uit. Nu mag hij voor mij eruit. Ik even mijn dingetje ook schoonmaken. En nu wil ik schaduw er langs gaan maken. En nu ga ik iets proberen. En ik weet niet of dat het werkt hoor, live. Het is de eerste keer dat ik het doe. Even kijken of ik in kan zoomen zo. Kijk. Ja. Nou, dus ook weer iets uitgevonden. Nu ga ik met de kleur blauw. En dit is de 580. Breng ik eerst wat aan op dat witte gelamineerde tonnetje. Even water weer erbij pakken. En nu ga ik de schaduw inkleuren. En al raak je een keer een blaadje of een bloemetje, of, het maakt niet uit. Het is aquarel, op aquarelbasis. Dus als je een beetje groen meeneemt, dat maakt helemaal niet uit. Ik weet niet of voor jullie een beetje te zien is dat blauw wordt. Dus tussen de blaadjes door. En met deze markers, en ik moet er wel bij zeggen, dat gaat niet met elke aquarelmarker. Kan ik zelfs rechtstreeks op het papier doen. En dan uitwassen, want ik blijf geen randjes zien. Dus dan doe ik even bovenin. Even op. Maar ik zeg al nogmaals, dat gaat niet met elke aquarelmarker. Bij sommige blijf je echt wel randjes zien. En deze met de Ecoline markers is dat geen probleem. Kunnen jullie zo de schaduw wel goed zien? Ja, hè? En dat doet nu ook nog vrij snel, omdat ik toch heel de kaart wil laten zien. Maar als je natuurlijk zelf bezig bent, dan doe je er toch wat op je gemak. En even mijn ring uit. En ik doe dat met ronddraaiende bewegingen. Ik heb de penseel ook maar een heel klein beetje nat. Kijk of ik in de tussentijd... Wel, Gerry, Marga is tegenwoordig ook een beetje van de lospols geworden. Het is even lastig geweest om los te laten. Maar met het art journalen, ja, dan moet je toch wel een beetje meer gaan loslaten. En dat lukt me vrij aardig, alhoewel ik soms inderdaad wel zoiets heb van oei. Maar het komt. Probeer hem. Kijk, zie je, dan, waar ik het nog iets donkerder wil hebben, dan pak ik toch nog die marker zelf. Dan is het wat sneller op kleur ook. Maar je begint wel altijd heel voorzichtig met de kleur hoor, met een lichte kleur, want donkerder maken kun je het altijd. En dan een beetje uitbeeldend gaan nemen. Marloes heeft ook een hele leuke pagina aangemaakt waar alle artikelen, behalve de Ecoline markers volgens mij, staan. Die ik vanavond gebruikte. Dus het is een live knop op de site. Dus dan kun je makkelijk de spulletjes weer terugvinden. Zo, behalve de Ecoline markers, die heeft ze net geloof ik een link erin gezet. Even kijken. Ja, die staat erin. Even kijken. Ja, ik vind hem juist heel makkelijk, Nelke. Dus kun je ook aangeven dan wat je moeilijk vindt. Dan moet ik er wel bij zeggen, ik ben wel van de inkleur en de inkleurtechnieken altijd heel erg geweest. Dus misschien heb ik het dan net iets handiger. Of ben je zelf heel erg, net als ik in het begin altijd was, dat altijd pietje precies moet zijn. En dat moet je bij deze stempels wel een beetje loslaten. Je moet het wel loslaten dat elk randje en elk blaadje precies zo moet zijn. Het mag, het is gewoon op aquarelbasis. Vroeger heb ik olieverf schilderen gedaan. En dat ging mij heel goed af. En toen dacht ik van nou weet je, dan ga ik ook zo'n cursus... aquarelleren doen. Nou, dat kreeg ik dus echt niet voor elkaar. En nu denk ik met deze stempels van god, ik kan ook aquarelleren. En waarom kon ik dat aquarelleren niet? Omdat, ja, net wat Gerry net zei, Marga was pietje precies. En dat moest ik loslaten, dat ging gewoon niet. En met deze stempels gaat het vanzelf. Die dwingen je er eigenlijk toe om los te laten. En heel af en toe maak ik het penseeltje een beetje nat en dan doe ik het ook, want ik doe het ook altijd weer op mijn keukenpapiertje weer af. Hier tussendoor doe ik dus wel blauw, maar hier in dit bloemetje niet, want dat bloemetje hoort wit te zijn. Ik vind het wel grappig. Elke. Want dus heeft al mijn vakantiegeld al. Ja, weet je, ik denk dat we dat betreft allemaal hetzelfde probleem hebben. Maar goed, we kunnen het beter besteden aan dit soort dingen dan dat we naar de kroeg brengen of... aan de drugs gaan zitten. Toch? Dit is nog ontspanning. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar bij mij kunnen ze gewoon niet blijer maken als ik jarig ben of als ik met welke gelegenheid dan ook, dat ik dit soort spul als cadeau krijg. Ik kan hier gewoon nog steeds heel gelukkig van worden en ook van, vooral van inkleurmaterialen. Dat is bij mij echt, maar dat werkt ook. Dus daar heb ik echt heel veel moeite mee om die te laten liggen. Ik weet dat mijn schoonzoon op een gegeven moment met kerst een keer vroeg van toen ik een nieuwe doos potloden kreeg, tussen aanhalingstekens van heb je die andere allemaal wel op? Ik denk, nou, ik zal maar niet zeggen hoeveel dozen er in de kast staan. Maar die, ja, die hebben dan toch weer andere interesses. En elke hobby kost geld, toch? Kijk, maak weer een paar accenten donkerder. Met de marker rechtstreeks. Ik zit wel niet op te letten of dat er zo'n afkeuring is. Dit kaartje bedoel je? Dit is gewoon een dikke papiertje. Een dik kartonnetje. En dan heb ik... hoe noemen ze dat? Gelamineerd. En dat poets ik dadelijk weer af. En dan kan ik er straks weer een andere kleur op doen. En waar ik dit geheel mee gedaan heb, dat is de Stratmoor 300. En nou allemaal. Dus dat is dit papier waar ik het op gedaan heb. Ik heb nou een beetje ingezoomd, maar... Ja, ik ook zelf. Bloemen zijn ook een week weg, toch? En de chocolade, het gaat meteen op hier. Kijk, kunnen jullie de schaduw zo goed zien? Hoi, Kira. Dat is minder. Dus dit blaadje maak ik weer gewoon schoon. Ik zie het, maar ik gebruik zelfs mijn stempeldoekje voor. En dan kan ik er de volgende keer weer andere kleuren op aanbrengen. Ik ga nu weer een beetje uitzoomen. Oh, dat is te ver. Ik maak hem even droog met Hierken, dus het kan zijn dat jullie een beetje herhouden. Dan kan ik hem daar beter lijmen. Hier de achterkant. Even kijken, want ik had mijn blaadje zo gesneden. Deze tip heb ik dus van Petra, mijn collega live uitzendingen doet voor Doe@ding. Daar heb ik dus de Turbo Tacky Glue met een klein beetje water in gedaan. Dan is hij niet zo stug. Dus dat heb ik van de week ook eens uitgeprobeerd. Ik denk, al wat ik zie, dat moet ik ook zelf natuurlijk uitproberen. En dan lijm ik nu mijn kaart mee vast. En dan krijg je ook mooi van die dunne lijm. Ook heel mooi om kleine stukjes mee te lijmen. Ik draft alleen een beetje. En zoals ik vorige keer al zei, ik werk altijd met lijm. Op dubbelzijdige tape en Marga, dat lukt. En ook de achterkant had ik al gesneden. Nou, dan is dit dus de kaart die ik vanavond gemaakt had. En dit is de kaart die ik van de week gemaakt had. Nou, de ene is iets kleiner dan de andere. Zien jullie? Ik zal even een dopje op doen. En dan zal ik voor degenen die wat later zijn gaan kijken, zal ik even de andere kaarten ook nog laten zien van nieuwe stempels. Even wat zooi aan de kant leggen. Dit was deze. En die heb ik ook allemaal op dezelfde manier gemaakt. Deze. En dit was deze. En dat, dat heet allemaal de brushstroke stempels. Dus dit was het kaartje van vanavond. Kijk, dat was deze. Als jullie nog vragen hebben, stel ze dan. Ik zal even nog het stapeltje met kaarten pakken van de wat oudere brushstroke stempels. Er zit wel overal nog folio mee, maar ik weet niet of dat iets uitmaakt. Kijk, dit is ook een, allemaal brush. Het is allemaal van dezelfde techniek, zeg maar, de stempels. En ik weet dat Marloes nog een aantal van die oude serie ook op de site heeft staan. De meeste teksten die erbij zijn, zijn ook trouwens van Penny Black. Even kijken. Deze. Dus dit is een brushstrook en de lantaarn is een brushstrook. Ik heb hier nog een bloem. Dit is brushstrook. Dat is een aparte stempel en dit heb ik er zelf, die melkkan heb ik er zelf bijgetekend. Dat is allemaal trouwens een idee van, dit is echt een idee van, die ik van Mimi heb. Hier heb je ook weer zo'n hele leuke bloem. Volgens mij moet ik eigenlijk niet meer laten zien, want dan zien jullie ook meteen hoeveel die stempels ik wel niet heb. Maar goed. Die. De tulpen. En dan kun je zien dat je niet altijd rood, geel. Dit is ook een hele mooie bloem geworden met blauw-groene kleuren. Even kijken, dit is ook allemaal. Het zijn allemaal de brushstroke stempels. Ik denk ik zal voor de aardigheid kistjes erbij pakken. Nou, dit is een hele mooie, vind ik zelf. Dat is de peer. En er is nu ook een appel uitgekomen, dus die staat ook nog op mijn verlanglijstje. Dezelfde peer, maar dan andere kleuren. Zien jullie hoe mooi? Dus het hoeft echt niet allemaal een blad. En deze, daar heb ik, dit is de brushstroke stempel en de bloempot is ook weer getekend. En dan de laatste. Uit de serie kaarten die ik op voorraad heb van de brushstroke. Ah ja, die. Ha, inderdaad. Jullie zijn er morgen. Ja, ze zijn echt heel erg leuk. Dames, zijn er nog vragen? Oh, bij die... Nee, dit is niet allemaal met de Ecoline stiften. Ik werk ook heel graag met de Tombow's. Met de Studio Light markers gaat het ook heel goed. Die heb ik ook. Er zijn de 3 markers waar ik het meeste mee werk. Dus ze zijn niet allemaal met Ecoline. Want Ecoline heb ik nog niet zo heel lang. Ik heb deze serie heb ik met Ecoline. Ik heb er trouwens nog meer. Denk ik nou even keer. En ik had er nog 2 in voor. Deze is ook met Ecoline. En deze weet ik ook zeker dat het met Ecoline gedaan is. Maar ik zeg al, de Tombow en de Studio Light markers, die gaan ook heel goed. Okay. Nee, ik zie weinig vragen inderdaad. Uitleg prima. Nou, dankjewel, Mimi. Inderdaad, wat Dini zegt, dat kan ook met de Copics. Dan heb je de, kijk of dat ik hem hier heel snel kan laten zien, Dini. Of dat ik hem hier bij de hand heb. Die had ik hier al staan, maar even kijken. De activator, waar is die gebleven? Nee. Nee. Die heb ik denk ik even verstopt. Maar dat kan inderdaad ook met de Copics, net wat Dini zegt, maar dan met de activator erbij. Want er heeft, volgens mij Dini, als ik het goed zeg, heb jij een filmpje van op bij jou staan, geloof ik. Kira. Volgens mij hebben wij een afspraak staan, Kira. Nou, er zijn verder geen vragen, dan ga ik hem afsluiten. Ik zie dat het ja, iets een uurtje, dus op zich wel heel leuk. Ik wil jullie allemaal heel erg hartelijk bedanken. Volgende week is mijn collega, ga ik even spieken, Petra, die laat jullie weer een filmpje zien. En ik ben er weer, ook even spieken, 13 juli. En dan moet ik even kijken wat ik dan ga doen. Ga ik weer iets leuks verzinnen. Oh, ik lees net van Dini dat Dini inderdaad daar filmpjes van heeft met Copics en de Activator. Dus, nou dames en heren, tot de volgende keer. Doei doei!